Vijf kinderen uit Nijmegen die iets heel bijzonders doen, worden vandaag in het zonnetje gezet en ontvangen een kinderlintje. Er zijn vandaag voor de 18e keer kinderlintjes uitgereikt in Nijmegen. Elk jaar kiest een jury jonge helden uit die iets bijzonders hebben gedaan. Dit jaar kregen vijf jonge meiden een lintje van burgemeester Bruls en presentator Klaas van Kruisum voor hun goede inzet. Ja, de kinderlintjes doen we elk jaar op de dag van de rechten van het kind. En wat we eigenlijk doen is net zoals je bij volwassenen onderscheiding hebt, dat kinderen tot 13 jaar ook een keer in het zonnetje worden gezet. Dan moet je natuurlijk wel iets bijzonders doen. Hè. Elke dag naar school gaan is wel goed, maar daar krijg je geen lintje voor. De kinderen hebben om verschillende redenen een lintje gekregen. Ja, het was heel gevarieerd. Met natuurlijk altijd weer een rode lijn. Dat is namelijk dat kinderen iets bijzonders doen voor anderen. Soms is het voor een zus die ziek is en dat je door dik en dun je zus steunt. Dat kan zijn, er was eentje die had een zus met leukemie. Gelukkig was ze ook in de zaal en is ze schoonverklaard, zo heet het dan. Hè? Dus dan ben je weer gezond. Een andere zus die had diabetes, dus die moet er nog elke dag mee worstelen. En dan de andere zus die dan weer helpt. En zo ging het van heel dichtbij naar heel ver weg. Proberen mensen te helpen die in andere landen in de penarie zitten. Echt fantastisch. Ilana heeft ook een lintje mogen ontvangen voor haar inzet. Ik heb net een prijs gewonnen. Het heet eigenlijk een kinderlintje. Omdat ik uit een ander land kom en dat het moeilijk voor mij was eerst. En toen had ik een mediatoropleiding cursus gedaan. Waardoor ik ook andere kinderen die uit andere landen kan helpen. En dan ook kinderen kan helpen die problemen hebben. Ik denk dat ze het wel fijn vinden. Ik kan natuurlijk niet voor hen voelen. Maar ik denk dat ze het wel best wel fijn vinden. En ik krijg een fijn gevoel als iemand ook fijn vindt. De gemeente wil met de lintjes de kinderen belonen voor hun goede daden, waarmee ze een voorbeeld zijn voor iedereen. Nou kijk, eigenlijk, waarom heb je überhaupt onderscheiding? Om te laten zien dat er mensen zijn die uit zichzelf bijzondere dingen doen. Deze kinderen hadden ook gewoon lekker kunnen gaan spelen of televisie kijken. En dat is allemaal prima. Hè? Ik bedoel, je bent kind en dan moet je daar ook van genieten. Maar mensen die naar voren stappen, kinderen die voor ze iets extra doen, daar moeten we het van hebben. Dat zijn ook goede voorbeelden van ons. En door zo'n lintje laat je dat zien. Nou, kijk goed naar deze gasten en volg je intuïtie, want ik merk bij kinderen heel vaak dat ze eigenlijk best heel snel weten wat ze zouden moeten doen. Is er ergens een probleem, dan gaan we proberen te helpen. En soms weet je niet precies hoe, maar elk beetje helpt. Dus let goed op de kinderen, zeg ik tegen alle volwassenen, want daar zit eigenlijk heel veel goud. Opgroeien met bomen. Dat is dit jaar het thema van de Boomfeestdag. Bij de Maldenburgstraat kwamen woensdagochtend 40 leerlingen van basisschool Vossenburg bij elkaar om samen met wethouder Dame een aantal nieuwe bomen te plaatsen. 18 bomen worden er vandaag geplant door deze leerlingen. En niet alleen bomen, ook de nodige struiken. Want een groene omgeving is belangrijk, zo luidt de boodschap van vandaag. Nou, het gaat erom dat als je van kinds af aan al leert dat bomen heel belangrijk zijn, dat je ze dan ook misschien later beter gaat beschermen. En misschien dat er wel kinderen van deze klas later in het groenbeheer gaan werken. Voor de leerlingen is het in ieder geval geen straf om even niet in de schoolbanken te zitten. Lekker buiten in de modder spelen en ook nog iets goeds doen voor de natuur. Nou, we hebben samen en een grote tamme kastanje geplant. Dat is echt de boomfeestdag boom van vandaag. En we zijn een aantal andere bomen en heel veel kleine struiken aan het planten. Om dus deze wijk, we zijn nu in Hatert, om die weer een stukje groener te maken. Het aanplanten van nieuwe bomen beperkt zich in Nijmegen zeker niet alleen tot Hatert. Er ligt zelfs een plan om uiteindelijk 1000 nieuwe bomen in Nijmegen te plaatsen, waarvan er vandaag dus 18 door de leerlingen worden aangeplant. Nou, bomen zorgen uiteindelijk dus voor schaduw, waardoor we het straks in hete zomers fijne plekken hebben om naartoe te gaan. Ze zorgen voor zuurstof in onze stad en dat zijn alleen al redenen om dat bomen gezond te maken. Voor de kinderen zal dit vast een ochtend zijn die ze niet snel vergeten. Ik hoop dat kinderen ook natuurbeschermers van de toekomst worden. En dat ze ook in hun eigen tuin, als ze die straks hebben, bijvoorbeeld een boom gaan planten en die niet vol met tegels leggen. En dat ze echt van de natuur gaan houden. Tijdens de gemeenteraadsvergadering in Beuningen heeft Jos Zwartjes, fractievoorzitter van de SP, dinsdagavond vrij onverwacht zijn vertrek bekendgemaakt. Aanleiding is zijn gezondheidssituatie.
Zwartjes belanden in januari vorig jaar op de intensive care, naar eigen zeggen vanwege een zwaar herseninfarct. Na 2 maanden ziekenhuis en revalidatie in Dekkerswald kon hij weer naar huis. Zwartjes is ongeveer 50 jaar actief geweest voor de partij en was in Beuningen een bekend raadslid. Komend schooljaar start in Beuningen Focus, een nieuwe vorm van voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren met ernstige leerproblemen. Dat maakte wethouder Alwin Steeg van de gemeente Beuningen dinsdag bekend. Focus is een leer-werktraject waarbij de opleiding nauw samenwerkt met lokale ondernemers, ouders en de overheid, oftewel de 4 O's in Focus. Het is bedoeld voor jongeren vanaf 14 jaar die vanwege hun leerproblemen na het basisonderwijs niet uit de voeten kunnen op het VMBO. Er komt opnieuw een landelijke ophokplicht voor kippen en andere vogels na een nieuwe uitbraak van vogelgriep. Ook in de regio Nijmegen moeten pluimveehouders hun vogels dus weer binnenhouden. Voor particulieren geldt een afschermplicht. De nieuwe ophokplicht is dinsdagmiddag gemeld door het ministerie van Landbouw. Onlangs werd de maatregel nog opgeheven. Inmiddels zijn er echter weer 2 nieuwe uitbraken van vogelgriep ontdekt. Het meest recente geval in Edam-Volendam is de reden voor het ministerie om de ophokplicht weer opnieuw in te voeren. Het aantal passagiers van de 10 pontjes in het rivierengebied nam dit vaarseizoen fors toe, meldt exploitant Uiterwaarde. Samen hebben ze dit jaar zo'n 120.000 passagiers overgezet. Hiermee is het aantal terug op het niveau van voor de coronacrisis. Uiterwaarde zegt in 2023 een goed vaarseizoen te hebben gehad. In tegenstelling tot het jaar ervoor waren de waterstanden steeds hoog genoeg, zodat de pontjes het hele seizoen konden doorvaren. Na 4 maanden is de molen uit Valburg, die gerestaureerd moest worden vanwege een verrotte standaard en andere kwaaltjes, terug van zijn herstel. Vandaag werd het molenhuisje teruggeplaatst op zijn stenen basis. De standaard van de molen die was verrot. Die is vervangen door een stalen prothese bekleed met delen van de oude standaard. Die is gisteren weer op zijn plek gezet. En vandaag is de kast van de molen is weer op de standaard gezet. En over een half uur gaan ze de roeden weer plaatsen. Ondanks dat de terugplaatsing een gecompliceerde handeling is, verliep de procedure zonder klagen. Ja, het is werkelijk een ingewikkelde operatie. Maar hij is voortreffelijk verlopen. Ja, prima. Kijk, die molen, dat is een van de kernpunten van Valburg. En wij proberen als stichting die molen voor komende generaties te behouden. En het is natuurlijk fantastisch dat hij nu weer in goede staat weer op zijn plek komt. We zijn in 2020 hebben geconstateerd dat de standaard niet in orde was. Nou, dan duurt het vrij lang voordat je alle partijen benaderd hebt die een rol moeten gaan spelen in deze restauratie. Je moet zien dat je ook financiën voor elkaar krijgt. Ja, en dan wordt in 2023 in juni wordt de kast van de molen afgenomen en worden de reparaties uitgevoerd die noodzakelijk zijn. En nu zijn we weer zover dat hij gelukkig weer netjes op zijn plek komt. Ook de molenaar benadrukt nogmaals het belang van de bestaanszekerheid van monumentale molens. Cultureel erfgoed is uiterst belangrijk, ja. Ja. Zeker voor komende generaties, dat ze weten hoe het hier altijd gegaan is in Nederland. Ja. Deze molen draait sinds 1998 op elke woensdag en elke zaterdag. Dan kijken we nog even naar de berichten die op de sociale media zijn gedeeld. Gemeente Overbetuwe meldt dat ze vanaf deze week weer controles uitvoeren op de hondenbelasting. Hiervoor kunnen controleurs bij je langskomen. De hondenbelasting bedraagt dit jaar €70,60 voor de eerste hond. Heb je meer honden, dan komt daar een bedrag bij. Woon je in het buitengebied, dan geldt slechts de helft van het tarief. Hart van Beuningen vraagt in aanloop naar de Sinterklaasintocht van zaterdag nog even extra aandacht voor de lokale ondernemers. De intocht wordt namelijk gefinancierd door de ondernemers en winkeliers in Beuningen. De oproep luidt dan ook dat je je Sinterklaas inkopen niet online, maar lokaal moet doen bij deze winkels, zodat ook de intocht in de toekomst kan blijven bestaan. En tot slot viert NEC vandaag een feestje. De Nijmegen Eendracht Combinatie mag maar liefst 123 kaarsjes uitblazen. Ook namens RN7 van harte gefeliciteerd. Na een licht wisselvallige dag houden we het in onze regio vanavond droog, maar zal wel de wind aantrekken. De temperatuur zakt vannacht naar 1 graad of 6, waarna de donderdag grijs begint en er hier en daar een enkele bui kan vallen. Dat beeld houden we donderdag ook vast. Door de dag heen blijft de kans op regen aanwezig, maar de totale hoeveelheid zal uiteindelijk meevallen. Het wordt slechts 9 graden.
Vrijdag belooft een vrijwel droge dag te worden met af en toe een glimp van de zon. Zaterdag, als Sinterklaas weer in het land aankomt, is er iets vaker kans op een bui. Overdag blijft de temperatuur tussen de 7 en 9 graden schommelen. 'S Nachts krijgen we met lichte vorst te maken. Tot zover het RN7 regionieuws van woensdag 15 november. Nu op RN7 kun je weer kijken naar Rondje Regio en het laatste nieuws vind je altijd via onze website en app. Morgen zijn we weer bij je terug, dus graag tot dan.